gelid van die Suid-Afrikaanse politie. Een trotse mag. Als commissaris van de Suid-Afrikaanse politie wil ik jou graag namens die bestuur... Ons sal van ons kant af alles moontlik doen om die probleme te besleg. Om dit vir jou moontlik te maak om gelukkig te wees in die politie mag. Gebruik die geleenthede, maar onthou, ons vra van jou kant af dat jy alles moontlik sal doen om die beeld van die politie uit te bou, om daardie vertroue wat die publiek in ons stel nooit te skend nie. En om seker te maak dat ons saam altyd toe optree, dat ons die eer en die trots van die mag waardig is. Kom, Trean. Moet jou tyd vat nie, moet jou tyd vat nie. Kom! Wat doop jy al achter? Dat kyk al met jou hart doop. Maak door die gaten. Kom die kant toe om. Drie achter mekaar. Al het jou aan uit jou sak. Toon! Sak. Toon! Anda! Terug, tel op jou been, kraak is om heen. Toon! Anda! Wacht die bevel. Rechts, midden af, masseer. Rechts, op! Daar is jouw rechterkant op. Daai kant. Rechts, midden af, masseer. Rechts, op! Rup op die linkerslang. Voorwaarts, op! Loop saam, iemand voor jou. Zwaai saam, zwaai saam. Om! Keer! Wel het aan. Afmarsje rechts. Oh! Die kant is rechts. Draai terug. Afmarsje rechts. Oh! 1, 2, 3, 1. Op die plek rechts. Good afternoon, ladies and gentlemen. It is my privilege to extend to you a hearty welcome in the South African Police College. You know you are here for your basic training to become policemen, the most rewarding work that you can think of. It is not a job, it is a career, and therefore you will have to put shoulder to the wheel and make the most of it. I know the course is intensive, but try your best, study as hard as possible, and I hope you will enjoy your stay here with us.
Right, Contriant, kom. De opleiding in deze Afrikaanse politiecollege trekt voor een tijdperk van 23 weken. Dit is een relatieve kort tijdperk, maar een geweldige grote hoeveelheid opleiding wordt in hierdie tijdperk ingepast. De opleiding in die politiecollege kan basis verdeeld worden in 4 afdelings. Die 4 afdelings is namelijk eerstens de academische afdeling. Hier ontvangen studenten opleiding in rechtskennis. En groot klem wordt geplaatst op praktische politiehering, namelijk de praktische uitvoering van normale politietaken. De volgende afdeling is de skietkunstafdeling en ook noodhulpafdeling. Hier ontvangen de studenten volledige opleiding en alle 4 wapens waarmee hij zal moeten handelen, als ook om noodhulp te kunnen toepassen waar dit noodzakelijk is. De derde afdeling is de lichamelijke opleidingsafdeling. Hier ontvangen de studenten lichamelijke opleiding, omdat een gezonde lichaam een gezonde geest huisvest. Ook activiteiten wat verbonden is aan sport, zoals boks, stoei en zo meer, geniet hier aandacht. De laatste afdeling is de drillafdeling. Drill wordt gedaan ten einde spangeest te bevorderen, samenwerking te bevorderen, aangezien dit een baie belangrijke aspect van die opleiding behels. Daar wordt bijzondere klem gelegd op de persoonlijke ontwikkeling van die student. Hij bereikt in hierdie baie kort tijdperk een groot mate van volwassenheid ten einde zijn taak naar behoren te kan verrig om aan die gemeenschap die dienst te leveren wat hij aan hulle moet leveren. Na opleiding vind daar natuurlijk ook verdere opleiding plaats. Die opleiding is niet voltooi nadat hij zijn basisse opleiding ondergaan heeft nie. Vele verdere cursussen worden in de Afrikaanse politie aangewend om die persoon verder te bekwam voor die belangrijke taak wat hij moet verricht. Die Afrikaanse politie biedt aan enige jongman een uitstekende loopbaan. Dit biedt aan hom uitstekende bevorderingsgeleenthede en elke student, elke persoon wat het oorweeg, is baie welkom om daarvan een loopbaan te maken. Baie dankie. Vandaag gaan ek julle wys om die bed op een politie manier op te maken. Nie die manier wat jy by die huis ken nie. Begin met die onderste laken. Trek al die vouwen uit. Dan begin ons om hierdie kant insteek. Trek die kombers af, steek hem onderin, druk hem in, strek hem mooi netjes boontoe, zodat hij die oopkant van die matras toemaak. Maar die kussing het een oopkant en het een losvlap. Ons sit die toekant en die losvlap, toekant wees boontoe, die oopkant wees ondertoe vir netheid en die toekant van die vlap is bo. Druk die kussing netjies. Nadat hierdie strijkijster warm gemaakt het, begin hy eerst om die plooie uit te strijk wat hy gemaakt het toe hy van die wasery af gekom het. Jy gaan terug en jy maak die bed op dieselfde manier as ek op. Ek gee jou 'n kwartier, dan kom kyk ek na hoe hy lyk.
Dit lijkt voor de eerste keer baie goed binnen een paar minuten. En vanmorgen dat van het net verbeter. Dan was meer tijd. En dan wil ik kijken of je dit op je eigen doen. Artikel 17 van de politiewet behandelt kortliks oor die ontslag, die afdanking of die verlaging rang van lede van die mag. Nou baie belangrik in verband met hierdie artikel van die politiewet is dat het handel oor onderofficiere, slechts onderofficiere. Nou, in die eerste plek kan een onderofficier ontslaan, afgedank of een rang verlaag word. Maar hulle sal ook nie sommer net ontslaan of afdank of een rang verlaag word. Nee. Dan moet eerst iets gebeur. Iets moet gebeur voordat jy sommer net kan ontslaan. Eerstens kan daar onderzoek hou. Baie belangrik. Dan word eerstens een onderzoek gehou. Dit is in artikel 17.1. Een onderzoek door twee verschillende persone. Eerstens door die commissaris of in die tweede plek door die afdelingscommissaris. Kan sodanig een onderzoek nou gehou word. Baie belangrik. Slechts die daai twee persone. Two meals, fixed meals here, 9:15 and 5:30 in the evenings. We also give out tea. We take out to different bungalows at 6:15 in the morning. We serve tea and biscuits, that's rusks, and then at 2:15 in the afternoon. The preparation of the food takes place in two kitchens here. This specific kitchen is where the vegetables, mainly the vegetables, are prepared, and down at the bottom, meat. We start preparing the food at about 6:30 in the morning. That's preparing for morning breakfast and for evening supper. A classic menu we work on two menus. Which we vary from week to week. A classic breakfast menu would be, for instance, viennas, eggs, and porridge with milk. We have bread and jam, etc. Set on the tables with coffee. Afternoon, evening meal, we have chicken and rice and vegetables, you know, and soup, coffee, and varies with coffee and cold drink. And also bread and butter and jam, etc. on the table. Ready.
money. Dankie, ek mis jou nie paal. Ja nie, ek weet, dis nog die sport daar, maar dis lang. Ja, och, ek weet jy is lief vir mama, ek sê ek lief vir jou, maar ja, ek kan dit net nie meer uithou nie. Nee, ons oefen die hele dag uitpassering. Ja, dis erg, rarig. Ja, ek wens dat jy was by my. Ja, so, nee. Ja, weet jy so, ek kan dachtig nie lang praat, ek het net veel gebel. Want ek mis jou vreselijk paal, rarig. Nee. Hoor ik zal actie van nou terugbellen, hè? Als we nog gaan entree om stokje tabel te geloven. Ja, oké. Okay. Ik zoek bij jullie voor jou, hè. Bye bye.
Je vindt niet gezappen? Ja, langs of zo. Gelukkig zit het nog niet terug omhoor. As ons ons geweer op rade laat val, moet ons ons hande in ons sakke sit en saam ontvang. Violent action. Hallo liefie, kom je? Hè? Ja, yes. Ons min tijd om te bellen en zo, maar ik bel je gewoon te zeggen, ik liefie en zo. Ja, wat vandaag baie pietie gedoen. Ja, ik voel me zo sterk hier. Ik zou veel wijze sterk is. Het drukje geef je, hè? Ja. Hè? Nee, het is niet zo erg, het is baie lekker. Het is baie erg, maar ik sluit. Kijk hier, ja, het is lekker, maar ik denk het is net één keer. Je sluit net één keer doen. Het is niet voor twee keer. Hè? Ja. 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 Nee, die koos, alles is lekker, ja. Hè? Nee, het is lekker, als je ijs in. Ja, ik lief voor jou ook, hè. Oké. Ik zal vanavond weer misschien bel, zo 8 uur zo kan. Oké. Lief jou, hè? Ja, oké. Bye. Dames en heren, trofee, toekenning, en waar daarbij kom, van hy hier aandag word. Zodra hy klaar gepraat het, gaan my heren vrede op aandag kom, en hy gaan net een bevel gee, hy gaan sy ontvanger van toekennings aantrek. Ons gaan sy van maandag af inoefen die route wat hy loopt, tot hier voor by die minister, en wat hy van alles sê, en wat hy maar hy toekenning maak. Zodra hy klaar is, en die aankondig gesê, dames en heren, vir die edele, minister van Wetenorde, gaan die hek toestreek. Dat nie belangrijk is wat hy gaan sê, want dit raak ons allemaal wat hy gaan sê. Reg opstaan, hier moet jy met jou eie geest spreek.
Jullie aan alle bellen, denk daarover om in de minister van Toestraat te luisteren. Als je het gevoel hebt dat je gaat niet tijdelijk met die eeuwige verwissel op die parade, moet je niet door het eeuw slaan. Wees dat, doe die maar omheen, dan wordt het heen. Dat kan ons zeker niet, want je kan erover rekenen. Wees, Adjidane, al kom. Aan!
is er nog niet tevreden. Meneer Koerraad van Vindbos, in de vertenis is op die programma met de hint van die nationale pandel, die pandel van die Sertikaanse politie tijdens de kort ceremonie in Vindbos. Een deel van die ceremonie zal de nationale salie gesteeld worden. Hier wordt verzoek om op te staan voor die stil op de nationale salie. Wanneer u de bevel van die parade bevel moet er worden, wordt die in die vorm niet op parade in die salie.
gentlemen, the arrival of General Johansen in Melbourne and his entourage is expected shortly. When the general and his entourage approaches the dais, you are requested to rise and remain standing until after the general salute has been taken. The salute will be acknowledged by the general only. Johan van den Merwe heeft toepas arriveerd. Thank you today for their loved ones
who by the presence even spiritually share in the joy and gravity of our togetherness. Daarom, Hemelse Vader, is dit ons gebed, dat die hierdie voorstellingsverrade so'n indruk sal laat in die harte en die lewens van ons jong konstabels op rade, dat het vir hulle inderdaad die begin sal wees van een lewensloopbaan, wat gekenmerk sal word deur toewyding en oorgawe, nie net alleen aan die Suid-Afrikaanse polisie nie, maar bo-al aan u, wat hulle geroep en nou toegerig het en uitstuur op die pad van die lewe. Dank die Heere dat u aan die owerheid van die dag die mag gee om deur middel van sy polisiemag dit in orde te handhaaf, die veiligheid van sy onderdane te verseker en om te sorg dat reg en gerechtigheid gesien. Daarom, Heere, bid ons vanmorgen vir elkeen wat met daardie gesag bekleed is. Bid ons vir elkeen wat in die Suid-Afrikaanse polisie die verantwoordelikheid het, om daardie gedelegeerde gesag te hanteer. Ons bid vanmorgen in besonder vir hom, die kommissaris van die Suid-Afrikaanse polisie, generaal Johan van den Merwe. Maak hom sterk in hoof en van harte. Seën hom en seën sy huis, maar Heere, seën ook elkeen wat aan sy sy staan en elkeen wat onder sy bevel dien. Dank in besonder vir die Suid-Afrikaanse Polisie College. Dank in besonder, Heere, vir die bevelvoerende officier en elkeen wat om my staan en bygedraai het tot die vorming en toerusting van elke lid op rade. Ja, elke lid wat op rade wat binnenkort met die lewe in sy naakte en soms wrede werklikheid te doen sal kry. Let your loving Christ go ever before him, that they may see clearly the path in which they ought to go, that at each crossroad of life they may see the way you want them to go, that without falling and straying they may in safety reach their journey's end to your glory alone. This we ask through Jesus Christ, our Lord. Amen. We have also had the police on our way. Everybody is requested to stand for the reading of the creed. So we have to be opstaan for the lees and the creed. Suid-Afrikaanse Polisie Creed for the Gold South Africa. South African Police Creed, South African DNA. De nederige erkentelijk, die door die almachtige God, de schipper door die lucht vallen van naties en de geschiedenis van volkeren, dat ons voorgeslachte in baie landen de eeuw gebrengd heeft, dat die eeuw het lange raar gevestigd heeft, dat het die eeuw die geslachte bepaald heeft, dat het een ziel wonderbaarlijk die een gevaar aan geleid heeft. Wie is en dus dat het zal maken voor die zin zijn, en where is we, dat is dat our responsibility was God and man, maar van bids dat de necessity to serve we matter, to safeguard the integrity and freedom of our family, to secure the maintenance of law and order, to further the containment and spiritual and material welfare of all families,
We are prepared to receive our France when the reformed inhabitants of the Republic of South Africa, that of nation states, to foster sound international relations based on Christian and religious principles, to realize the idea of peaceful coexistence. In the Uitvoering van ons opdracht in die zonder, zelfs als in die woordstelijke van ons vraag, wat ons zal leren, ons zal sterven, ons zal leren, Zuid-Afrika. Dank u dames en heren, dank u wel. Your interest and understanding have made our task here in the college
so much easier. Thank you very much. Aan die jongen zou ik een verhaal zeggen, waar dank u voor die mooie gezondheid en die harde werk hier in de college. Voor het goed met die optreden van ogen en mag die toekomst met zijn geest bezaaid is. Ik wil graag afsluiten, het personeel van die college hartelijk te bedanken voor de bepaalde en toegewijde wijze waarop die taak tijdens de afgelopen opleidingstermijn verricht heeft. Die is blij en wees van. Ik is trots op die en de Zuid-Kaanse politie kan zelf met recht trots dit op zo'n span. Weer eens aan die allemaal, waar je welkom en vertel ik die verrichting op de ogenstakkerie. Waar je dank u. Thank you very much. Ladies and gentlemen, General Johan de Melle, Division of the South African Police, will now inspect the parade. Dames en heren, die parade zal nu weer General de Melle en de Pierpont. Inspectiegroep, voor wat? Thank you.
hele onderwijs te vier maand geweest. Die zal ik soms zijn, die rekenen al beantwoord worden. Uw verzoek om te blijven zitten, zijn die liever bij Mars. Hier in die vorm, echter die ontwikkeling van de salariërs, zolang ik voor de gezichtsstand bij je weer in Mars te doen en burgerdracht met de woordtijdens afval. Daar is Jimpen, neemt het in die vorm met zijn drukke terre situatie en neemt ze bedenkers met zijn bedenkers.
Thank you.
gentlemen, the walls will now be presented. I will, however, first introduce the recipients and give you the background for each award. Gestern Sie beste Privatsleben. Die Anti-Kelner-Sustrukturier wordt behandeld aan die Privatsleben, waarnaar gemeente die opleiding het beste om alle terrein onderscheiden. Zit ook reeds gister een contant bedrag van R1000, wat hier Santam Bank geschenkt is, ontvang. En een verdere R500 is ook door Santam Bank aan die naamzijde geschenkt. Die wisselbriefje gaan behandeld worden aan de vrouwenstudent T.N. Visser van Walter Spanje. Dames en heren, die beste manstudent. Die generaal geldmeiswisseltrofee wordt behandeld aan die manstudent, wat hem gedurende die opleiding die beste op alle terreinen onderscheidt. Ook in ieder geval is het contantbedrag van R1000 door Santam Bank aan hierdie manstudent behandeld en een verdere R500 is aan die naamswinner geskenk, geborgd door Santam Bank. Die wisseltrofee gaan oorhandig word aan student J.J.F. Bloem van Rustenburg. Wisseltrofees word ook oorhandig aan die beste dames en mansbulletons, wat hulle self onderscheid as die uitstaande bulletons met betrekking tot de plichtsbesef, netheid, mensenverhoudings, discipline en uitstaande gedrag. Die student van die trofee namens die beste dames bulleton sal ontvang is die bulletonmeester van bulleton 54. Sy is vrouwestudent J. Kloete en haar bulleton het tydens die opleiding onder die bevel van vrouwestersant D.M. Joubert gestaan. Die student van die trofee namens die beste mans bulleton sal ontvang is die bulletonleier van bulleton 2. De student S.R. Nel. Sy peloton het tijdens die opleiding onder die bevel van sergeant H. Ieplans gestaan. Oom Mutual groepsschema's het ook contant bedrag van R350 geskenk aan elk van die betrokke peloton sergeanten en R150 elk aan die peloton sergeanten wat die naastbeste presteer het. Dames en heren, vervolgens die beste bestoelskip. Dit is student B.E. Howard van peloton 24. Hierdie student het gedurende die semester die hoogste punte in bestoelskiet behaal. Hy is afkomstig van Virginia. Die beste geweerskut is student P. van der Merwe. Hierdie student het gedurende die semester die hoogste punte in geweerskiet behaal en hy is afkomstig ook van Walvis Bay. Vervolgens die sergeant J.D. Marijn Wisseltrofee en dit gaan aan student L.D. Slabbert, afkomstig van Ellis Ras. Dit trofee wordt dit gekend aan student die die beste tijdens opleiding in schietkunst, die vak schietkunst, presteer het. Die trofee is in 1939 gewen door beide sergeant J.D. Marijn en op 26 November 1986 aan die Suid-Afrikaanse Polisie Schietvereniging geskenk door sy dochter mevrouw Isabel Grootop. En daar sinds, dames en heren, die R.M. Harold trofee. Hierdie wisseltrofee word oorhandig aan die student wat gedurende die kursus die beste op akademiese gebied presteer het. Die student wat hierdie trofee sal ontvang, is weer eens vrouw student T.M. Visser, afkomstig van Walter Spaai. Dames en heren, die ontvangers van toekennings word nou versoek om hulle plekke vir die oorhandiging van die toekennings in te neem. Ontvang van toekennings! Entree! Missionary of the South African Police, General Johan van der Merwe. 3, 2, 3. Dames en heren, eerstens die Annetjie Geldnuis wisseltrofee, wat gaan aan die beste student, vrouwestudent T.M. Visser van Walvis Bay. Thank you.
veldmeisters op de vier die beste man ze dient. Ze dient J.J. Bloem van Rustenburg. Van peloton 54, vrouwenstudent J. Klute, wat die trofee ontvang namens die beste vrouwenpeloton. Die deze manspeloton studeert is R. Melder. Die deze persoonschrift van de afgelopen semester studeert wie die Howard van Virginia. En hierdie voorstands parade te gaan deel.
Het is voor mij en mijn echtgenote een bijzondere eer en voorrecht. Ik hoop dat je zegt, het is een prachtig gezicht als een mens over die duizenden studenten, alle ouders, familieleden en vrienden kijkt. Ik heb verneem dat van die ouders al verleden nacht aangekomen, dat sommigen hier voor nacht. En op de ochtend 6 uur was beide van die zitplekken al gevuld. En het is voor die Zuid-Afrikaanse politie een riem onder de hart om te weten dat zoveel warme belangstelling in ons macht en in ons zoons en in ons dochters is. Ons in die afgelopen paar maanden gevraagd om jullie studenten zo goed als mogelijk voor een uiterst moeilijke taak toe te rusten. Beide geluk aan elke student wat jullie cursus met welslaag voltooien. Ook weer eens baie geluk aan al die ontvangers van trofeeën en ook aan elke lid van elke peloton wat de bijdrage gemaakt heeft tot jullie prestatie. Ook aan de ouders van al jullie studenten baie hartelijk geluk. Ons studenten heeft jullie cursus voltooid. Die is nou toegerust om die taak aan te pakken. Maar ik wil u waarschuwen dat daar op u een groot verantwoordelijkheid rust. U is nog jong en onervaren en u wordt met eens in een volwassen wereld gedompeld waar u met misdaad en geweld te doen gaan krijgen, waarvan die meeste mensen maar net lees en hoor en soms op televisie zien. Daarom moet u altijd zo optreden dat u altijd als een symbool van recht en gerechtigheid gezien kan worden. Aan die officieren en onderofficieren wil ik vragen, u moet aan jullie jong mannen en vrouwen van ons leiding geven. U moet hulle behandelen zoals u die eie seun en die eie dochter zo behandelt. Het is voor ons als lede van die bestuursvergadering baie belangrik dat hierdie jong lede die nodige leiding kry, dat daar aan hulle bystand verleen word en veral dat u die nodige belangstelling in elkeen van hulle sal toon. U moet onthou, die generale stap gaan u bestuursvermoë beoordeel aan die wyse waarop u teenoor die jong manne en vroue van ons gaan optree. En aan die ouers van ons studenten wil ek sê, hulle gaan ook u bystand en onderskraking nodig hê. Maar wag op hulle baie moeilike taak soos ek gesê het, en dit is noodzakelijk dat u hulle altyd sal bystand, onderskraak en dat ook van die kant af leiding sal kom. En wanneer u sal merk dat hulle die prys is nie, dat u ook met ons officier en onofficier in verbinding sal tree, zodat ons van ons kant af betijds die nodige stappen kan doen om zeker te maken dat elke lid van die macht gelukkig en tevreden is. Het is heel bekend dat die noodtoestand, behalve in Natal, nie weer in die rest van die land afgekondig is nie. Om die politie in staat te stel om binnen een kort tydsbestek sy vermoë uit te brengen en met het oog op die toekomst van ons mannekracht van sien te vermeerder, het die regering een ingrypende verbetering van die salarisstruktuur van die laarrange goedgekeur. Na de lewens is daar ook aansienlijke financiële hulp op verskeie ander terreine goedgekeur. Dit beklemtoon weer eens die feit dat die regering die handhaving van wet en orde in Suid-Afrika van die allergrootste belang ag. Aan die regering en in besonderheid aan ons minister sê ons hartelijk dankie. Ons is bewust daarvan dat daar een groot verantwoordelijkheid op die skouers van die Suid-Afrikaanse politie rus om die veiligheid van elke inwoner van hierdie land te verseker. Ons sal dit ons taak maak om dit te doen. De bestuurskader van die Suid-Afrikaanse politie streef daarna om vir elke lid een loopbaan te skep waar ons so lid kan ontwikkel en gedei. Ons doen alles in ons vermoë om die persoonlijke belange van elke lid te bevorder. Ons het een stelsel van die deelnemende bestuur in werking gesteld en ook een personeelafdeling op die been gebring om doeltreffendheid te verhoog en omstandighede wat tot griewe en knelpunte mag lei om dit in die weg te brengen. Ek vertrouw dat alle lede op hulle beurt hulle met oorgawe
en toewijding aan de taak zal blijven. During the past couple of months, a lot has been written about the police and an aggression for me about badly and ill-trained police men and women. There were several negative articles concerning the training of special police constables that we employ, and also the qualifications and training of our members in general. The training of special police constables is receiving urgent attention at the highest level. I am therefore not going to elaborate on this specific issue. As far as training in general is concerned, it seems that ignorance prevails with regard to the nature and the extent of training in the South African police. Furthermore, it seems that critics of the police are ill-informed of the number of policemen and women who have completed their degrees and diplomas and those who are studying at present. It also seems that in many quarters, the presentation of numerous advanced courses are designed to properly train and equip our men and women are simply ignored. As proof of the professionalism and the ability of the South African police to maintain law and order, I would like to give the following statistics, which I'm sure speak for themselves. At present, 1,034 police officials have already obtained degrees at various universities. Another 984 have obtained other relevant diplomas at technicons. At present, 623 police officials are studying for degrees and 70,969 for diplomas. At the University of South Africa alone, 530 policemen and women are enrolled for the PhD degree in police science. This figure does, however, not include all the members who are studying for other degrees and diplomas at other universities and institutions. At the University of South Africa, 32 members are at present enrolled for honors degrees in police science, while 8 are ready with their master's degrees and 6 with their doctorates in the same direction. During 1999, 70,000 members have enrolled for the National Diploma in Police Administration at the Technion of the Republic of South Africa. This is a 3-year course with the emphasis placed on various aspects of the modern police role, such as the legal aspects of crime and police powers, investigation of crime, and the quality, community relations, and the official languages. Since this diploma was introduced in 1986, the number of students at the Technion has increased rapidly each year. 4,407 policemen and women have already completed their first and second year, and 887 have already completed their diplomas. Courses are presented for sergeants who have qualified to attend such courses after having completed their first year in either diploma in police administration or a relevant degree. In future, courses will also be presented for warrant officers who have completed their second year of study for the National Diploma in Police Administration or a relevant degree. These courses are presented on a decentralized basis after having completed the third year of study for the National Diploma of Police Administration or a relevant degree. Degree to those candidates who conform with other requirements attend courses at the Advanced Training Division in Paris. Since 1985 alone, 4,680 members have successfully completed these courses. The Management Training Division also provides management courses for commissioned officers up to the rank of Major General. Since 1986, 1,115 members of the force have successfully completed these courses in modern management principles, community relations, and strategic planning. Commissioned and non-commissioned officers are trained in modern management skills, police, community relations, crime prevention, and crime investigation. Numerous other courses are presented for skilled personnel in the various fields of computers, all facets of forensic work, riot and control, and detective work. There have already been approved in principle that the South African police will open its own academy in 1991. The implementation of this academy
is in final planning stage and it is therefore not possible to give full details. This academy is an indication of our seriousness to train and equip our members and develop their skills to the maximum. The suggestion that members of the South African police are ill-trained is simply devoid of any truth. Another fact that is simply ignored is that nowhere in the world is policing so complicated and difficult as in South Africa. During international seminars, this reality becomes evident each time. Drawing comparisons between policing in modern Western countries and South Africa is just not possible unless all factors are taken into consideration. The unique situation in South Africa, where we have the police first and third world communities, also contribute to the fact that we are just according to first world standards, while we have the police communities where those standards are totally absent. The problem is not trigger happy policemen who shoot and kill people at random, but rather organizations who cannot control their members or are reluctant to do so. Several appeals have been made to these organizations and their leaders to stop their members from committing acts of violence, but these appeals seem to have gone unheeded. It is time that these organizations and their leaders put their words into actions and stop paying lip service to the international law. Instead, instead of feeding the black youths with the meals of revolution and protest, political and community leaders concerned must educate and motivate their people to behave in a civilized and disciplined way. By so doing, it will then not be necessary for the police to take action against children and youths who are misused for the purpose of violence and crime. By criticizing and holding the police responsible is not a solution to stop violence and crime on the long term. Order to find solutions, we need leaders who are prepared to make real contributions by educating their people in civilized and acceptable norms and values so that crime can be reduced and violence stopped. Daarmee wil ek nie sê dat die Afrikaanse polisie geen gebreke of tekortkominge het of dat ons bo kritiek verhewe is nie. Ons doen alles in ons vermoë om ons tekortkominge en gebreke uit te skakel. Ek vra egter dat die Suid-Afrikaanse polisiemag nie beoordeel word volgens die foute en gebreke van 'n baie klein persentasie van die mag, maar ons ook kyk na die prestasies en welvaart van die mag in sy geheel. Die Suid-Afrikaanse polisie as 'n trotse mag met 'n pragtige geskiedenis van diens aan Suid-Afrika en sy gemeenskappe. Die studente op parade word van mag word vandag formeel deel van hierdie mag. Soos ek reeds gesê het, rus daar op u skouers 'n gewigtige en verantwoordelike taak om te verseker dat misdaad en geweld voorkom word, dat ons mense beskerm word en dat diegene wat die landsgrense oortree aangekeer word. Ons het volle vertroue in u vermoëns en ons weet dat u die taak met nauwgezetheid en toewyding sal uitvoer. Ek wil aan Rudy Boom en sy span wat met u opleiding gemoed was baie dankie sê. Die produk daarvan, soos vandag hier op parade uitgestel, getuig dat ook van toewyding en van bekwaamheid. Baie dankie aan elke lid van die college wat betrokke was vir die studente nog opleiding. Met al die leerders vir hierdie parade, ons het groot waardering vir u bydra en vir die uitwyse wat op dit genoem is. Ons wens die studente die beste toe. Maak julle gelukkige en tevrede polismanne en vroue word. En maak die Here geseën op julle amores. Dames en heren, ons wil net die besoekers vir die loodsom van die stroomveiligheidsstak, die wil baie dringend benodig, vir die loodsom van die stroomveiligheidsstak,
Je wordt werkelijk baie dringend en wil ek hier by die aanmoedigers ook nie. Daar is so'n probleme wat iemand aan deel is, die meneer Loods. Dames en heren, dan sal nou een finale eerbewijs wees. Die salet sal slechts deur die generaal beantwoord word. Jy wil versoek om te bly sit tot nadat die generaal en sy gevolg die podium verlaat het.
Thank you.
the program is a drill display by some of the students you've seen on parade here this morning. And this display is under the command of Lieutenant Kletz. Dames en heren, volgens op het programma drill vertoning, die studenten wat die volgende hier op parade gezien, die vertoning staat onder leiding van Lieutenant Kletz.
volgende program heeft ons bereide vertoning en die staan onder leiding van kapitein Sally Trevor. Next our program, ladies and gentlemen, Western Display, under the command of Captain Sally Trevor. Om alsjeblieft dringend achter die hoofdpaviljoen aan te melden. Die zaal is schat niet, dringend achter die hoofdpaviljoen. En dan verzoek ons ook die parkeerpersoneel om ook hier achter die hoofdpaviljoen aan te melden bij luitenant de Toei. Luitenant de Toei is op zoek naar zijn parkeerpersoneel en dan is alsjeblieft dringend bij hem aanmeld.
Lichaamsopvoering vertoning onder leiding van sergeant Simon. Ladies and gentlemen, the final item on our program is a physical training display under the command of Sergeant Simon.
eerste. Hier op die, ja, mens van nabij is so 6 maanden voorbij is, nee. Ons Heer het vast op die hoofd om die geleentheid te gee, dat hulle net uit hulle sitplekke kom en afbeweeg voordat die hulle plek hier achter beset. If we can just give our guests an unheard opportunity to vacate their seats before we start moving around, please, ladies and gentlemen. Dames en heren, dan is er ook net die oore spits vir die volgende vervoerreëlings, die volgende verkeersreëlings. Hier, jy moet net baie duidelijk daarop let. Die straat aan die noorde kant van die rugbyveld, dit is dan die Telbordse kant, die straat aan die noorde kant van die rugbyveld, is die ene richting wat deurvolg tot by die paradegrond, oftewel die besoekersgrond. As daar vir u is wat nog moet bagasie oplaai daar, is u baie welkom om dit daar te doen, en dan van daar uit na die sytrek. Dit is die, ook bekend as die ijskoorhek. Jy gaan uit by die ijskoorhek.